Kunt u vertellen wat het Klimaatstraatfeest is voor de mensen die het nog niet kennen? Ja, natuurlijk. Het Klimaatstraatfeest is een energiebesparingswedstrijd voor straten. Dat organiseren we nu voor de vierde keer. Vorig jaar deden er ruim 5000 straten aan mee. En daarmee is het eigenlijk toch wel de grootste energiebesparingswedstrijd van Nederland geworden. Op wat voor manier kunnen mensen zich voorbereiden? En op wat voor creatieve manier kunnen mensen hun huis aanpassen om mee te doen? Nou, er kan heel veel. Op de website klimaatstraatfeest.nl kunnen mensen allerlei acties vinden waarmee ze energie kunnen besparen, geld kunnen besparen en punten kunnen verdienen. En dat gaat eigenlijk heel breed, van spaarlampen indraaien, radiatorfolie plakken, tot grote dingen als spouwmurenisolatie, maar ook gewoon hele creatieve, gezellige dingen als een klimaatvriendelijk etentje bijvoorbeeld. Nou, we hebben hier in Rotterdam de afgelopen jaren al vele straten gezien die hier aan mee hebben gedaan. Heb je een voorbeeld van waarom nog meer mensen in straten zich zouden moeten opgeven? Nou, wat we in veel straten zien is dat het op heel veel vlakken werkt. Aan de ene kant besparen mensen energie, wat natuurlijk heel goed is voor het klimaat. Wat wij vanuit de Hier Klimaatcampagne heel belangrijk vinden. Maar je bespaart er ook geld mee. En dat is in deze situatie, als deze tijd zeg maar, helemaal belangrijk. Maar wat minstens zo belangrijk is, is dat het echt iets doet in een straat. Mensen komen dichter bij elkaar, leren elkaar wat beter kennen. En ja, dat is natuurlijk altijd heel gezellig. Mensen kunnen allerlei energiebesparende acties doen als ze zich aanmelden bij het Klimaatstraatfeest. En met die acties kunnen ze klimaatpunten verdienen. Hoe meer punten je verdient en hoe meer buren je aanhaakt, hoe hoger je in de competitie eindigt. En dat is heel erg mooi, want de beste 500 straten winnen een straatfeest. Wie kunnen zich allemaal opgeven? Zijn het alleen straten? Nee, straten kunnen zich opgeven, maar ook scholen, woningcorporaties, gemeenten. Iedereen kan eigenlijk aansluiten. En de allerbeste 500 straten winnen een straatfeest. En in Rotterdam hebben ze nog iets extra's geregeld, want daar krijgen de allerbeste straten ook nog eens een straattheatervoorstelling. Nou ja, goed, mooier kun je het niet krijgen.